I had sambo and learned. Sambo is een soort worstelen met judo. Het is ook bijzonder populair in Georgië, natuurlijk. Zeker en vast. Er worden ook weddingschappen opgehouden, heb ik mij laten vertellen. Het is daar een heel speciaal wereldje, dat judo-wereldje in Georgië. En Arend, die is niet onder de indruk. Heeft ook niks te verliezen. Duidelijk niet als favoriet gestart hier, maar nu toch in de finale, dus gewoon gaan en wel zien waar we uitkomen. Nederland heeft al 2 keer brons vandaag. Kunnen dus dankzij deze kamp even goed doen als de Belgen, maar hebben straks nog een kans om. Hebben al zeker zilver ook met goud. Kunnen dus 2 keer goud en 2 keer brons halen vandaag. Dat is de Georgische coach. Het moment is vooral een gevecht om de kumikata, de manier van vastpakken. En een shido voor de Georgiër, alleen voor de Georgiër, waardoor Arens dus met een koka voor staat. Na 1 minuut. Ja, een goede beweging van Arends. En krijgt een koka. Scoort dus nu een koka. Voor deze schouderworp. Krijgen het nog eens te zien. Worpen worden dus beoordeeld op hun, op de manier waarop je de tegenstander onder controle hebt, op de snelheid van uitvoering, op het feit of de tegenstander al dan niet op de rug terechtkomt. Dus het is wel het belangrijkste, de landing. En dit was hier meer naar de buik toe, naar de schouders toe, nadat het maar een koka was. En een heup worp van de Georgiër. Dit is dus niks, omdat Arends met geen enkel deel van de rug te grond raakt. Je moet nu niet in slaap vallen natuurlijk. Ja, maar gaat nog eens in een aanval. Moet nu opletten. Draait goed naar zijn buik. Zeg hem even in gevaar, Arends. Het was gevaarlijk, omdat inderdaad. Georgië het been ook vast had. Georgiërs zijn heel sterk in het dichte judo. Dus waarbij de pakking heel dicht bij elkaar ligt. Ik krijg nog iets te zien, daar het been en kan nog net wegdraaien. Ja, dat is bijna overgenomen. Hij probeert nog eens hetzelfde. Ik denk wel dat hij nu bestraft zal worden, want het gaat veel te vlug op zijn knieën zitten. Ja. Zoals we nu te zien krijgen. Een valse aanval. Misschien is de Georgiër wel wat beter. Dat is 2 koka's voor Arends, 1 voor de Georgiër. Jikurauli. De Nederlandse coach vraagt om een schouderworp. Wat hij ook probeert. Maar dit moet hij niet te veel doen. Zou maar eens ook niet een bestraffing kunnen worden? Dat zou betekenen dat hij meteen achter staat. Nee, toch niet. Het is een tweede bestraffing. Levert een yuko op voor de tegenstander. En hij staat dus 2 koka's tegen 1 voor. Nog 2 minuten. Judoka's moeten de judokis goed steken.
Arens mag niet op zijn knieën gaan zitten, want dan wordt hij zeker en vast gestraft. Nog heel lang in het geval van Arend, want hij ziet er wel moe uit. Hij heeft dus moeite om de Georgiër op afstand te houden. Het gewicht om de pakking weer. Niet blijven lopen. Jikurauli stapte buiten en wordt daarvoor bestraft. Ja, dat is meteen een Juko voor Arend. Verandert de situatie natuurlijk een beetje. Ja, hij heeft nu weer wat meer afstand genomen, waardoor als hij nog bestraft wordt, hij toch nog voor staat met een koker. Ik vond het een beetje gek, omdat ik dacht dat die Jikurauli eigenlijk buiten geduwd werd door Arends. En dan Arends was aan het duwen, maar op een bepaald moment heeft hij dus wel degelijk zijn been ver uitgestoken. Dat had hij niet mogen doen. En dit is een wazari voor Arends. Een verder grondwerk. En nu, nu zal Arends dat natuurlijk zo lang mogelijk trekken. Nu staat hij voor. Zoekt de houtgreep. Georgië staat niet bekend om een sterke grondwerk. Dus er bestaat wel een kans. Ja, dit... Het is het toch bijna, als hij die arm onder controle kan krijgen. Ja, en dat is de houtgreep. Arend, de kamp duurt nog net 30 seconden. Zal 2 seconden voor het einde kunnen afgelopen zijn met de houtgreep. En ik zie Jikurauli nauwelijks reageren. Ligt volledig in de greep. Ik zal nu toch even nog... Nee, is afgelopen. En Arends, en dat is toch wel een verrassing, Maarten Arends, Europees kampioen in de categorie tot 86 kilogram. En blij is hij. En de Nederlander is aan het feest. We zien hier weer die beweging waar hij dus een wazari van kreeg. Mooi naar achteren meegenomen. En het was zeker een wazari waard.